Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Indaver. De Europese afvalbeheerder verwerkt jaarlijks bijna 5 miljoen ton aan huishoudelijk en industrieel afval. In ons land gaat een groot deel daarvan naar de site in Doel. Daar wordt het afval verbrand en opnieuw omgezet in energie. Voor Indaver was deelname aan het demografiefonds logisch. De vier pijlers van het fonds zitten nagenoeg in het beleid van duurzame inzetbaarheid van Indaver. Het plan kreeg dan ook de steun van de vakbonden. En samen met interne werkgroepen binnen onze organisatie zijn we gaan kijken wat echt voor de hand lag om voor onze medewerkers daarop voor te gaan borduren. Het meest voor de hand lag werkbaar werk. Indaver koos voor een vliegende medewerker die op drukke momenten de werkdruk onder controle houdt. En het bedrijf zet ook in op e-learning, een online gids die leermomenten vlot toegankelijk maakt en kennisdeling onder collega's vergemakkelijkt. Ook gezondheid en welzijn zijn in het plan opgenomen. We hebben heel veel aandacht besteed aan tilhulpen. Ook zittend werk is tegenwoordig de beroepsziekte nummer 1 in plaats van roken. Dus het is voor ons van groot belang om daar heel veel aandacht aan te besteden. We hebben toch verschillende keren de shift gebruikt. En als je niet meer wilt rechtstaan, dan kun je uiteraard terug gaan zitten. Meestal als de mensen dan binnenkomen, dan vinden ze dat wel grappig. Dan zeggen ze, ah, hangt hem weer aan een toog of zo. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling hier. Soms hebben we wel last in de benen of een zeer zitvlek eigenlijk. Dus over het algemeen is voor de meeste mensen eigenlijk wel aangenaam. De thermische verwerkingsinstallatie in Doel draait 7 dagen per week, 24 uur per dag in 3 shiften. Voor een betere werk-privé-balans komt er binnenkort wellicht een nieuw shiftsysteem. De medewerkers konden meebepalen welk systeem ze verkiezen aan de hand van een stemming. Dus er zijn 2 shiftsystemen uitgekomen, een 12-uren systeem en een 8-uren systeem. En nu de volgende stap is welk dat we gaan testen. De keuze in verschillende shiftsystemen wordt nog verder bevraagd en zal mogelijk in januari 2019 worden getest. Indaver werkt ook een duurzaam mobiliteitsplan uit met onder meer het gebruik van elektrische fietsen. Dat plan gaat een laatste begin februari van start. Medewerkers zijn heel erg positief waar Indaver mee bezig is. Ze vragen ook geregeld van wat is nu de stand van zaken rondom een project als er even wat rust omheen is gebouwd omdat we het een en ander moeten uitwerken. Dus de betrokkenheid rondom alle acties die we aan het nemen zijn of dat we geïmplementeerd hebben is erg groot, gelukkig. Ja.